Er moet meer worden gedaan aan eenzaamheid in Gouda. Dat vindt CDA-raadslid Eppie Bosma. Het CDA roept het college van burgemeester en wethouders dan ook op om mee te doen aan een stevige, integrale aanpak tegen eenzaamheid. En ik ga hier dus over verder praten in de studio met raadslid voor het CDA, Eppie Bosma. Welkom in de studio. Dankjewel. Eenzaamheid, dat kent natuurlijk verschillende soorten, neem ik aan. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk precies? Hoe? Mm-hmm. Nou ja, als je mensen vraagt hoe het met hen gaat en ze geven aan dat ze eenzaam zijn, dan houdt dat vaak in dat ze dan bedoelen dat ze, als het erop aankomt, geen vrienden, geen netwerk om zich heen hebben waar ze op terug kunnen vallen. Ja. Dat is over het algemeen wat je dan tegenkomt. Ja. En eenzaamheid is natuurlijk vervelend. Je kan je er zelf behoorlijk lastig door voelen. Maar het schijnt ook nog slecht voor de gezondheid te zijn, heb ik begrepen. Hè? Ja, dat is absoluut het geval. Het schijnt zo te zijn dat bijvoorbeeld obesitas is heel ongezond. Hè? Dik zijn, dat weten we eigenlijk allemaal wel. Maar het blijkt uit onderzoek dat ook als je eenzaam voelt, dat het ook heel slecht is voor je gezondheid. Dus dat komt er dan nog eens bij. Want het is natuurlijk in eerste aanleg heel vervelend voor jezelf, heel naar, wat je niemand gunt. Maar ten tweede is het dus ongezond. Ja. Ja. Dus net zo, we kunnen het dus vergelijken met obesitas. Ja, dat wordt in onderzoeken zo gesteld. En dat kwamen wij ook tegen en daar waren we wel van geschrokken. Ja. Want als je dan ook op je inlaat werken dat er heel veel mensen aangeven die eenzaamheidsgevoelens te kennen, ook in Gouda. Ja. Ja, daar zijn wij wel van onder indruk geraakt. Want om hoeveel mensen gaat dat in Gouda ongeveer? Nou ja, er is landelijk onderzoek naar gedaan en ook regionaal bekeken. En dan heeft men het over toch wel 38% van de mensen die aangeeft wel eens eenzaamheidsgevoelens te hebben. En dan vooral dus dat ze dan, als het erop aankomt, als er iets is, niet terug kunnen vallen op hun vrienden. Ja. Dat verstaan ze er dan onder. Ja. Dat is wel veel en achter elk percentage en cijfer gaan mensen met verhalen schuil. Ja. Dus dat is wel zorgwekkend. Ja. Want zijn inderdaad percentages, hè? Dat doet het misschien niet zo goed, maar het gaat altijd een verhaal achter. Ja. Want hoe komt het eigenlijk dat mensen eenzaam worden? Mm-hmm. Wat voor redenen zijn daar, liggen daarachter? Ja, het is ook heel divers. Maar wat heel bekend is en wat mensen ook vaak zeggen als je het erover hebt, dat het vaak om ouderen gaat. Ja. Nou, dat is deels het geval, maar wat blijkt is dat het ook in hele andere groepen voorkomt. Bijvoorbeeld mensen die hun baan kwijtraken en niet meer in netwerken fungeren en zich terugtrekken. Ook mensen die bijvoorbeeld in schulden zitten, die dat niet durven aankaarten en heel erg terugtrekken en niet meer meedoen in de samenleving. Nee. Maar wat ook kan, en dat is weer een hele andere variant, bijvoorbeeld jongeren die zwaar gepest worden op school en helemaal niet meer meedoen. En dan zou je zeggen, die bevinden zich in een netwerk met allemaal mensen. Maar het zegt soms ook niks. Ja. Dus wat voor ons wel het leerpunt was, is dat het zich niet beperkt tot alleen maar ouderen. Daar komt het wel veel voor. Omdat het aantal ouderen wat langer thuis blijft wonen ook toeneemt. Ja. En dan zie je wel dat die problematiek ook toeneemt. En ook juist hulpverlening neemt vaak een beetje af. Hè? Huishoudelijke hulp thuis of mensen die ouderen ondersteunen, dat neemt toch af in aantallen uren vaak. Dus de contacten die mensen hebben, ja, daar moet je dan zelf meer voor doen. En de een kan dat heel prima, maar voor de ander is dat soms toch heel lastig. Ja. En toch roept de overheid juist op om eerder op je eigen netwerk terug te vallen dan op bijvoorbeeld de overheid. Ja, en juist dat maakt het ook wel een soort wake-up call, denken wij, vanuit CDA Gouda. Dat het ook in Gouda echt wel nodig is dat je heel goed daarop let. Ja. En ook als Goudenaars met elkaar ook kijkt met een beetje oog voor elkaar, wat je zelf kunt betekenen in je buurt of in je wijk. En er gebeurt ook heel veel, gelukkig. Want er zijn heel veel vrijwilligers. Ja. Er zijn heel veel mensen die mantelzorg verlenen. En dat is ook heel goed. Maar die dieperliggende laag met die eenzaamheidsgevoelens en die hoge cijfers, ja, daar moet ook wel naar gekeken worden. Ja, je zegt inderdaad net de buurt en de wijk. We kunnen zelf als Goudenaars ook iets doen. Ja. Maar je hoort ook bijvoorbeeld heel vaak inderdaad mensen die wekenlang dood in een woning liggen. En dat mensen daar pas inderdaad weken later achterkomen. Ja. Zelfs in Gouda is dat dit jaar volgens mij nog voorgekomen. Hoe kan dat, denkt u eigenlijk? Hoe is het eigenlijk mogelijk dat mijn buurvrouw wekenlang dood in de woning ligt? Nou ja, ik denk dat we daar allemaal weer enorm van geschrokken zijn. Je weet dat af en toe gebeurt, maar afgelopen zomer was dat dus in Gouda het geval. Een mevrouw die echt wekenlang in overleden toestand in haar huis lag. En hoe kan dat dan, vraagt u? Ja, terecht.
dat zal toch betrekking hebben op dat iemand niet meer de contacten aangaat. En er ook niet een structuur is dat er iemand altijd even een vast moment op de dag of in de week langskomt bij zo iemand. En misschien, weet ik niet, dat zou speculeren zijn, maar heeft die mevrouw niet veel familie om zich heen gehad? Dat weet ik niet. Nee. Maar het feit ligt er. En dat is verschrikkelijk. En dat wil je natuurlijk niet. En je moet ook tegelijkertijd wel uitkijken met dat je niet alle situaties van eenzaamheid kunt oplossen. Er zijn ook mensen die eenzaam zijn en zich terugtrekken en niet meer mee willen doen in de samenleving, maar ook niet hulp aanvaarden. Ja. Dus het is soms ook lastig om daar de vinger op te leggen. Ja. Maar poging moet er wel zijn. Ja, want wat wil CDA Gouda nu eigenlijk aan eenzaamheid gaan doen? Ja, nou, dingen versterken. Dus u zei al terecht, er gebeurt ook het een en ander. Er is bijvoorbeeld, Gouda is koploperstad met 20 andere steden in het land. En dat is een initiatief dat heet Coalitie Erbij. Mm-hmm. En dat zijn organisaties als Humanitas, Zonnebloem, Rode Kruis, die met elkaar samenwerken om te kijken van welke activiteiten kunnen we ontplooien, gericht tegen eenzaamheid. Ja. Dat is hartstikke goed dat dat er is. Want wat voor soort activiteiten kan ik dan aan denken? Nou ja, vorige week bijvoorbeeld was er Week tegen de Eenzaamheid. Mm-hmm. En wat er dan gebeurt is koffiedrinkmomenten met elkaar organiseren, ontbijttafel, al dat type dingen worden dan geïnitieerd. Ja, want het is best denk ik lastig om mensen die eenzaam zijn daarbij te betrekken. Want het is denk ik ook een beetje een taboe. Ja. Nou ja, dat is het punt. En wat dan ook kan helpen is, en dat hebben wij gevraagd aan het college van burgemeester en wethouders, of de sociale teams die nu in Gouda actief zijn, die heb je in Noord, Oost en West, en die richten zich op ondersteuning dicht bij mensen, dat die ook oog krijgen voor eenzaamheid. En dat gebeurt deels ook door oudere platforms die zich daar tegen eenzaamheid bij die sociale teams hebben georganiseerd. Maar wij vragen juist om dat wat breder te organiseren. Niet alleen gericht op ouderen, maar ook bijvoorbeeld als mensen uit een sociaal team aan tafel zitten bij iemand die een zorgvraag heeft, dat diegene dan ook het eenzaamheidsthema op het netvlies heeft om daar of over te beginnen of in het achterhoofd te houden. En als diegene denkt, nou, het zou goed zijn dat daar over een maand nog eens iemand even gaat kijken bij die meneer of mevrouw, dat ook in beeld wordt gebracht. Ja. En dat die achterliggende organisaties die allemaal heel veel werk verrichten, dat ook met elkaar delen, van elkaar weten. En ook mensen kunnen inzijnen. Ja, op die manier proberen zoveel mogelijk eenzaamheid tegen te gaan. Ja. Ja. Nou, tot slot, we zijn het al. We kunnen als burgers ook heel veel zelf doen. Ja. Wat zouden de Goudse burgers nog willen oproepen, de Goudenaren, om wat tegen eenzaamheid te doen? Ja. Nou, word actief als vrijwilliger. En gelukkig zijn er heel veel mensen vrijwilliger op allerlei fronten. Ook in Gouda heel veel. Maar het kan altijd meer. En organisaties die ik net noemde, Burennetwerk, Stichting Present, bij de voedselbank zijn allerlei mensen vrijwilliger. In de kerken, bij Humanitas, Zonnebloem, Rode Kruis. Nou, noemt u het maar op. Veel meer. Ik doe geen recht aan de organisaties die ik niet noem. Maar daar actief worden kan helpen. En ook rondkijken in je eigen buurt. En eens een kop koffie doen bij iemand. En eens vragen, hoe gaat het met je? Het lost niet alles op, maar alle beetjes helpen. Ja. Nou, dat vind ik altijd een mooie afsluiting voor dit gesprek. Bedankt voor het gesprek. En we hopen dat er minder mensen eenzaam zullen worden hier in Gouda. Ja. Dank u wel. En tot zover Gouden Stad Magazine voor deze week. Wilt u deze uitzending terugkijken? Dat kan via onze website www.gouwenstad.nl. Dan onder het kopje uitzending gemist. Of via ons YouTube kanaal onder de naam RTV Gouden Stad. Voor nu bedankt voor het kijken. En volgende week zijn we er uiteraard weer met een nieuwe aflevering van Gouden Stad Magazine. Dus graag tot de volgende keer.